Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van My Daily Dinner. Vandaag gaan we een eigen recept maken van mij. De notenburger, een vegetarisch alternatief voor de klassieke hamburger. Daarvoor hebben we nodig een mix van water en azijn, 1-1. Een beetje suiker, daar gaan we namelijk de rode uien in leggen. Voor de burger heb ik nodig een gemengde noten, panko, dat is Japans broodkruim. Een klein beetje 5 spice kruiden, een klein beetje water, 1 eitje, een beetje krulpeterselie en pecorino romano, schapenkaas uit Rome. Voor de saus hebben we nodig sambal en mayonaise, die gaan we gewoon mengen. Je kan natuurlijk je mayonaise zelf maken. Ik heb hem nu voor jullie gemak even uit een flesje gehaald. Een grote bol, rode paprika, komkommer en dit is baby romaine sla, maar je kan ook lil jam gebruiken, die is nog lekkerder knapperig. We gaan beginnen met de water en het azijn en de suiker. Lidwoorden 1. De of het. 1-1 op 1 verhouding. Even op te warmen op het fornuis. Gaan we die even langzaam aan de kook brengen. Als dit kookt, dan lost de suiker op. En dan gaan we daar de rode uienringen in leggen. Dus ga ik even snijden. Mag een beetje grof. Je moet wel een beetje, klein beetje bite overhouden. En nou is het leukste om die grote te gebruiken. Dus dan gebruik ik de buitenste ringen. En dan is het mooi als ze heel blijven. Dus de binnenste haal ik er even uit. Zo, meer hebben we niet nodig. Want ik ben vandaag maar alleen. Dan wachten we even tot dat warm is. Dan ga ik ondertussen gelijk beginnen aan de notenburger. Want die moet ook een half uur opstijgen. En de uien moeten een half uur inleggen. Welkom bij de webles Liggen of Leggen. Dan gaan we daar gelijk aan beginnen, zodat dat tegelijk af is. Alle noten, die gaan we hakken, maar niet te grof. Je wil een klein beetje structuur houden in je burger, want dan heb je ook echt iets om op te bijten. Dan heb ik nodig panko, 5 spice. Gaan we even een eitje tikken. Even een klein beetje krulpeterselie fijn hakken. Hoeft niet te fijn, want het gaat hier toch in. En dan als laatste de pecorino romano. Even rapsen. Raps. Is een raps. Hoeft niet te veel, want dit is maar voor één burger. En die combinatie van ei en kaas is wat ervoor gaat zorgen dat alles bindt met elkaar in de koelkast. Dus die gaan we even door de keukenmachine halen. Heb je dit nou niet, een keukenmachine, dan kun je gewoon een schone theedoek gebruiken om de noten kapot te slaan. Of eventueel met een roller, een deegroller erop overheen op te slaan, zodat die noten een klein beetje kapot gaan. En dan moet je alles gewoon heel fijn snijden en dan kun je het alsnog mengen met de hand. Maar de keukenmachine is makkelijker, dus. En dan gaat dat even lawaai maken. En dan zie je het mengsel een beetje te droog is, waardoor het kleeft wel een beetje, het is wel een beetje plakkerig, maar het blijft aan de randen zitten. Grote stukken noten nog in. Ik ga een heel klein beetje water toevoegen en dan ga ik hem nog heel even een korte slinger geven. Run. Zo. Inmiddels is onze suiker en azijn opgelost, dus dan gaan we de uien in een bakje leggen en dan gieten we dat er gewoon zo warm op. En dit laten we dan een half uurtje staan. Ondertussen ga ik mijn burger kneden. Zorg dat je handen hebt gewassen van tevoren, hè. En dan zie je dus dat het een hele soort plakkerige schijf wordt. Ik ga even een grote maken, want ik heb ook een grote bol. Als die nou iets te nat is, kun je nog een beetje panko toevoegen. Maar hij droogt ook nog een beetje uit in de koeling. Dus die gaan we even op een bord vormen tot een mooie ronde burger. Ga ik even mijn handjes wassen. Die heb ik niet meer nodig. Zoals je kunt zien, mooie ronde burger. Goed op smaak. Zo, dus lekker. Keukenfolie om hem even af te dekken. Nou is het altijd gezeik met dit soort doosjes. Dus de truc is, scherp mes, pats. Zo. Afgedekt in de koelkast. Ondertussen ga ik dan even mijn werkbank schoonmaken. Kijken wat ik nog nodig heb, wat ik niet meer nodig heb. Zo, als je werkbank een beetje schoon is, dan kunnen we verder met de toppings. Daarvoor heb ik een rode paprika. Daar ga ik even twee mooie ringen uitsnijden. Zo, de rest gewoon bewaren. En een beetje snoepen. Verder heb ik hier een komkommer. Die ga ik in de lengte over de mandoline halen. Dan krijg je mooie plakken. Ik heb hem op een grote stand staan, 3 mm. Pas op je handen met de mandoline. Heb je dit nou niet, kun je dit gewoon met een mes dun snijden.
Maar met mandoline krijg je van die mooie plakken. Alleen, ik ben al vaak genoeg een stukje huid kwijtgeraakt. En dat is niet lekker in je gerecht. Mooie plakjes komkommer. En dan heb ik nog nodig 2 blaadjes sla. Deze zijn zo klein. Pak er 3. De rest van de sla bewaren. Deze even een klein beetje afspoelen en op laten drogen. En dan is het wachten tot onze burger klaar is. En dan kunnen we gaan bakken. A little longer than a few minutes later. Alright, onze burger is bijna opgesteven. Dat betekent dat we kunnen beginnen met het maken van het broodje. Daarvoor ga ik hem even door de midden snijden. En dan gaan we even het pannetje aanzetten met wat boter. Dan gaan we de binnenkant van het broodje even bakken. Dan is hij lekker een beetje crispy. Gaan we een sausje maken, beleggen, burgertje bakken, klaar. Kook je nou liever met olijfolie, kan natuurlijk ook. Dat heeft alleen met zo'n broodje net iets minder zin. Kan je misschien beter even afbakken in de oven met een klein beetje olijfolie, zout en peper. Maar met zo'n broodje, die boter gaat, zorgt ervoor dat de natuurlijke suikers in het brood dat die gaan karamelliseren. Ja, dan kan je niet evenaren met olijfolie. Het is gewoon net een extra beleving aan je burger. Net een klein beetje meer moeite. En zo zie je, een klein beetje meer moeite, laat je lekkerder eten. De boter is zo goed als warm. Dan druk ik ze even aan, zodat ze niet gelijk opkrullen. Dan is het even wachten. Ondertussen kunnen we natuurlijk onze saus nog even mengen. Ja, het is heel simpel. Het is gewoon, wat is het? Een theelepel sambal met wat mayonaise in. Voor het recept voor 4 personen kun je gewoon op de site kijken. MyDailyDinner.nl. Goed pittig, hou ik van. Zo ook omdat die burger best wel een klap kan gebruiken. Heeft natuurlijk wel die 5 spices, maar het is wel lekker als hij ook nog een pit heeft. Dan heb je ook nog dat zoetzure van die ui, die gaan we zo afgieten. Bakken paprika, lekker blijven slaan. Een paar komkommertjes, heerlijk. Simpel, niks meer aan doen. En je ziet dus dat die burger langzaam begint te karamelliseren. Goed plat drukken, dan bakt hij mooier aan. Onze burger zit er een half uurtje in, dus die ga ik uit de koelkast halen. En dan kan die ook wel gelijk een klein beetje op temperatuur komen. Mooi gelukt. En het belangrijkste is dat je een goede spatel hebt om hem straks heel te houden. Want hij is natuurlijk wel wat fragiel. Maar ziet er prachtig uit. Als je dit als avondeten gaat maken, kun je wat frietjes bij maken. En zoete aardappelfrietjes. Tip voor zoete aardappelfrietjes. Als je die nou wil gaan frituren of gaat in de oven gaan doen, dan wordt het vaak niet zo krokant. Het wordt vaak van die slappe dingen. Daar is een trucje voor. Voordat je gaat bakken, doe je ze even in een plastic zakje. Een eetlepel maïzena erbij. Goed schudden. En dan bakken en dan krijg je wel crispy zoete aardappelfrietjes. Bij gewone friet hoeft dat niet. Maar weet je dat ook weer? Ik vind het broodje goed zo. Een klein beetje die suikers gekarameliseerd. Die burger gaan we ook niet op hoog vuur bakken. Die gaan we op middelhoog vuur bakken. Omdat je niet zoals bij vlees die karamelisatie aan de buitenkant nodig hebt. Je hebt eigenlijk alleen maar nodig dat het ei een beetje gaar wordt, dat de burger bindt. Dat hij wel een mooi kleurtje krijgt, een klein beetje crunch. Eerst even de paprika. Dan leg ik even deze neer om ze op uit te laten lekken. Want ze zijn een beetje vettig van de olie. Zo, niet helemaal kapot bakken. Want dan verliest die structuur. En het is juist lekker dat je er nog een kleine bite aan overhoudt. Nou, op het belangrijkste, de burger. Dan gaan we dus heel voorzichtig van het bordje afhalen. Hatsa. Zout en peper. Ondertussen ga ik vast beginnen met het broodje dresseren. Onze uien zijn mooi roze geworden. Die ga ik even op een papiertje leggen ook weer, zodat het overtollige vocht eraf kan. Dan krijg je niet zo'n zompige natte burger, maar gewoon een droge knaller. Oké. Een goede burger heeft geen prikker nodig. En hoe ga je dat nou voor elkaar krijgen? Dat is, je gaat hem eigenlijk metselen met saus. Dus je begint op de onderkant 1 eetlepel uitsmeren. Dan de blaadjes sla. Goed aandrukken. En dan weer een beetje saus. Niet te veel. Je wil niet dat een hele saus die alleen op een saus proeft. De komkommers. Yeah. Daarop gaan we de burger leggen en dan de paprika en de uien bovenop. Beginnen ze ook alvast met een lepel saus op de bovenkant van je bol. Aan de binnenkant natuurlijk, en niet bovenop de bol. Dat zou gek zijn. Nou, gaan we eens even kijken hoe ver de burger inmiddels is. Nou, die heeft een klein kleurtje gekregen aan de buitenkant. And now we're waiting.
Deze veganburger is natuurlijk een perfect alternatief, hartstikke duurzaam. Net zo goedkoop als een hamburger van de supermarkt, maar zoveel beter voor het milieu. Dus ik ga je verzekeren, als je deze gaat maken, je gaat denken dat die burger net zo lekker is als een gewone vleesburger. Je gaat het vlees niet missen. En als je nou zelf creatief met eten aan de slag gaat, dan kun je ervoor zorgen dat jij, al is het één keer in de week, je steentje bijdraagt aan onze toekomst. En let dan ook op, als je dus wel vlees eet, ga naar de slager. Ga naar de speciaalzaken. Zorg dat je goed vlees kookt. Zorg dat je weet waar je product vandaan komt. Want ik zag laatst een schrikbarende statistiek dat 54% van de Nederlanders boeit het geen ene reet waar zijn vlees vandaan komt. Ze willen het gewoon niet weten. Maakt niet uit, als het maar een eten is. Als je kijkt in de Nederlandse supermarkt, alles moet lijken alsof het geen dier is geweest. Zorg nou dat jij weet wat je eet. Besteed alsjeblieft een kwartiertje per dag meer aan je eten. En ik weet zeker dat je dan lekkerder en beter eet. Dat is echt heel erg leuk, jongens. Dit was mijn presentatie. Ik ga nog een klein beetje olie erbij doen. Dat het iets minder droog bakt. Kijk, onze burger is zo goed als klaar. Dan gaan we ready to plate. Onze burger die is klaar. Dat betekent dat we hem op gaan dienen. Zo. En dan, zoals ik net al zei, weer een laagje, een klein beetje saus. Houd alles bij elkaar. Twee paprika's. Een beetje ingelegde rode ui. Zo. En dan de bovenkant. Kijk nou eens, onze notenburger. En een burger maak je natuurlijk niet voor de foto, een burger maak je om op te eten. Yes! Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om even te liken. Ik zou het leuk vinden als je op me abonneert. En dan kun je volgende week weer kijken naar de volgende aflevering van de serie Passie voor Koken. Dit was nummer 2. Tot volgende week, vrijdag 3:15. Yo, hoi! We'll be right back.